Hoi, welkom bij de nieuwe vlog. Het is donderdagochtend en ik heb er heel wat te vertellen, dus ik hou er even een briefje bij. Goed, ik was zondag overgebleven in Split, de capital of Kroatië. Heel mooi lekker dagje gehad, even een dagje van rust, een dagje van bezinning ook. Mooie preek geluisterd over Psalm 27 vers 1. De Heer is mijn licht en mijn heil, de Heer is mijn levenskracht. Wie zou ik vervaard zijn? Nou, het ging erover dat we niet bang hoeven te zijn. Als we mogen weten dat de Heer ons licht is, dat we ons leven laten leiden door zijn woord, door zijn geest. En dat als hij ook ons heil is, als we mogen weten dat we veilig zijn bij hem en gekocht zijn door zijn bloed. Dat de voorwaarden zijn om inderdaad een leven te leiden zonder angst, dat we niet bang hoeven te zijn. Nou, na een mooi dagje daar in Split ben ik maandag weer vertrokken. Op weg naar Sibenik, even verdwaald op een grindpaadje. En met die hitte erbij zal ik er even niet meer zo zitten. Maar goed, gewoon lekker doorgaan en uiteindelijk een mooie bestemming gekomen. Dinsdag verder gereisd, onderweg kwam ik een schildpadje tegen. Even van de weg gered, want die werd anders een stuk plat gereden. En s'avonds nog een hele mooie zonsondergang meegemaakt, echt schitterend. Woensdag, dat startte met een hele pittige klim. Zoals je ziet kwam ik aardig verhit boven. Maar ja, uiteindelijk kwam ik later op de dag een lekkere plek tegen, een meer waar ik heerlijk kon wakeboarden. Nou, dat vonden mijn beenspieren niet zo leuk, want die waren al aardig oververmoeid. Maar goed, ik kon het toch niet laten en het is heel lekker om ook eventjes wat anders te kunnen doen. Het is nu donderdag, 8:45 in de ochtend, op weg naar Sens. En ik ben al een aardig eindje, ik hoef nog maar zo'n kilometer of 15. Vanochtend om 4:15 vertrokken en zo hoop ik steeds voor de ergste warmte op bestemming te zijn. Nou, jullie weten in Nederland inmiddels wat warmte is, bij jullie wordt het vandaag ook een graadje of 30 of hoger. Dus het is lekker om dan gewoon even kunnen relaxen. Ga ik vaak even naar het strand. Even lekker bijkomen. Goed, tot kijk. Hoi, het is maandagochtend, 29 juli, 9 uur in de ochtend. En ik ben afgelopen zaterdag via Slovenië Italië binnengekomen. En ik hoop vandaag naar Udine te rijden. En dan hoop ik vanavond en morgen met de trein een stukje de Alpen over te steken richting Zurich. En dan woensdag daar vandaan verder te fietsen in 2 weken tijd naar Nederland. Het gaat hartstikke goed eigenlijk nog. Ik ben heel dankbaar hoe het gaat. En ik wil jullie als laatste nog heel erg bedanken voor het mooie bedrag wat inmiddels is opgehaald. We zijn over het eerste streefbedrag heen. Super bedankt. Ik vermeld er toch bij. Sponsoren kan nog steeds via de website. Dus heb je nog niet gedaan. Het mag nog. Tot kijken, tot de volgende vlog.